De Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname, NOB, voorziet ingaande het studiejaar 2016-2017 nu ook in de kosten voor het aanvragen van een machtiging tot voorlopig verblijf, MVV, voor studenten die in Nederland willen studeren. Onderwijsinstellingen in Nederland eisen een storting van het inschrijf- en collegegeld, boekengeld en ook de jaarkosten voor levensonderhoud, welke bij elkaar kunnen oplopen tot ongeveer €13.600. Deze drempel blijkt vaak te hoog te zijn voor studenten die interesse hebben voor een studie in Nederland. In samenwerking met de Surinaamse Postsparbank en de Surinaamse Bank wordt nu hierin voorzien. Met een garantiestelling van de NOB kan de student of ouder terecht bij de SPSB of de DSB voor een voorfinanciering. De middelen worden door de NOB overgemaakt naar de respectieve onderwijsinstellingen in Nederland. Met deze borgstelling vraagt de onderwijsinstelling de MVV aan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst in Nederland. Bij toekenning van het verblijf worden de jaarkosten voor levensonderhoud van de student door de Nederlandse onderwijsinstelling teruggestort bij de NOB. Vanaf dit moment kan de student gelijk via de NOB beschikken over het geld voor levensonderhoud voor het eerste studiejaar. Gelijk met de aanvang van het studiejaar start de NOB ook met de aflossing van de voorfinanciering ten behoeve van de student bij de SPSB of de DSB. Met deze nieuwe voorziening voldoet de bank aan haar credo dat in principe geen enkele aanvraag voor studiefinanciering wordt afgewezen. Deze borgstelling is recentelijk door ouders en studenten vaak verward met de borgstelling voor het aanvragen van de normale studielening.